digitale transformatie gaat voor mij niet alleen om technologie. Het heeft ook te maken met het herdenken van bestaande businessmodellen. En eigenlijk draait het erom dat je gaat herdenken hoe mensen, data en processen met elkaar omgaan. En dat je ook je klanten kan blijven centraal zetten. Er wordt ook vaak verteld dat digitale transformatie haaks staat op werkgelegenheid. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Eigenlijk blijkt uit het verhaal van Waasse Werkplaats dat digitale transformatie hen net vooruit helpt. Waasse Werkplaats heeft samen met haar IT-partner Ad Ultima Groep een operationeel systeem opgezet, een nieuw logistiek systeem, een financieel systeem ook. En dat zorgt er net voor dat ze vooruit gaan kunnen boeken, dat ze mee kunnen in een digitale wereld, dat ze zich kunnen specialiseren. En voor hun is dat dan een specialisatie in de farmasector. Dus digitale transformatie maakt professionalisering mogelijk. Het is een enabler voor werkgelegenheid. Dat is zo voor maatwerkbedrijven, maar dat geldt ook voor eender welk ander bedrijf. België is een land met een sterk uitgebouwde farma-industrie. Producenten van geneesmiddelen doen voor hun logistiek een beroep op een netwerk van gespecialiseerde toeleveranciers. Een van die bedrijven is W-Pharma, een onderdeel van maatwerkbedrijf Waasse Werkplaats. W-Pharma is een co-pakker voor de farmaceutische industrie en vandaag ook zorginstellingen. Dat wil zeggen dat wij geneesmiddelen en een brede range van medical devices gaan verpakken, herverpakken, gaan labelen, kwaliteitscontroles ook heel dikwijls gaan doen voor onze klanten. Uiteraard, zoals elk farmaceutisch bedrijf, moeten wij een aantal vergunningen behalen. En daarnaast zie je dat uiteraard ook weer heel veel klanten hier audits komen doen. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Maar daar rond hebben we ook een breed kwaliteitssysteem geflankeerd door bijvoorbeeld ISO-certificaten. Deze logistieke specialist is ambitieus. Ze investeerde meer dan 6 miljoen euro in een uitbreiding met nieuwe cleanrooms en opslagcapaciteit. Tegelijk werd ook doelbewust gekozen voor een digitale strategie. We genereren heel veel informatie. Van buitenaf komt er heel veel informatie op ons af. En om dat goed te kunnen beheren, te analyseren en uiteraard ook het bedrijf sterker en slimmer te maken, hebben we die digitalisering vandaag nodig. Als je dan bekijkt dat een gemiddeld dossier, zo'n gemiddeld kwaliteitsdossier, een 70-tal pagina's beslaat, en dat we hier een 100-tal orders per dag verwerken, dan is dat niet meer mogelijk als je dat niet op een digitale wijze doet. W-Pharma deed een beroep op IT-dienstenleverancier Ad Ultima Group voor het uitwerken van een digitale supply chain en gestroomlijnde processen. Met de keuze van Dynamics 365 Finance and Operations heeft de Waasse Werkplaats bewust gekozen voor een platform die niet enkel de klassieke ERP-domeinen aanvult, maar ook functionaliteit aanbiedt op vlak van customer engagement en business workflows in combinatie met Office 365. Dit geeft een aantal voordelen op vlak van security en GDPR-compliancy. Bovendien kunnen zij, indien ze wensen, later ook gebruik maken van additionele domeinen zoals artificiële intelligentie en machine learning. Voor het maatwerkbedrijf betekent de digitalisering een grote stap vooruit en vooral een ondersteuning om zijn groeiproces efficiënt te kunnen verder zetten. Vandaag serialiseren we medicijnen. Dat wil zeggen dat elke verpakking van medicijnen een unieke code krijgt. Die unieke codes die worden aangemeld in een Europese hub. Dat is een nieuwe verplichting, vanaf begin dit jaar invoegen. Ook daar moeten we uiteraard alle spelers in zo'n totale supply chain met elkaar verbinden in één groot netwerk. Ook dat is een digitaal gegeven. Als je kijkt in welke open omgeving we werken, dan kunnen we niet zonder.